Marjan, we gaan zo Simone in het zonnetje zetten. En gelukkig is er al een beetje zon. Ja. Maar waarom is zij een held? Ja, ik vind Simone een held omdat zij... ze had destijds een glanzende carrière in de politiek en bij de overheid. Ja. Maar had in die tijd ook te maken met mentale problemen. En uiteindelijk heeft ze bedacht van ik wil iets met die ervaring doen. En heeft eigenlijk een enorme omslag gemaakt in haar baan. En zet nu haar ervaringen in... Full Mind, ze is een collega van mij geworden. Ja. En ze wil echt voor alle patiënten gewoon betere zorg, minder wachtlijsten, meer bespreekbaarheid, zodat je er niet zo alleen voor staat. Ja. En dat vind ik echt heel bijzonder van haar. Nou, volgens mij staat Simone verderop te wachten. Ja. We gaan eens even naar haar toe. Ja, leuk. Simone! Hey! Ja, je dacht er komt er één, maar je krijgt er twee. En je krijgt nog een mooie bos bloemen erbij. Dankjewel. Alsjeblieft. Wow, die zijn super mooi. Ja, Marjan heeft al uitgebreid verteld waarom je ze verdient. Maar jij hebt een carrière switch gemaakt. Waarom heb je dat gedaan? Klopt. Een aantal jaar geleden kreeg ik te maken met een angststoornis. En waar uitzicht dat dan in, als ik vragen mag? Dat uitzicht bijvoorbeeld in dat ik niet meer in afgesloten ruimtes durfde te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een trein. En ik werkte toen in Den Haag. En dan moet je juist iedere dag op en neer naar Den Haag in de trein. Mm-hmm. Ja, dan wordt je leven wel heel klein eigenlijk. Zeker, ja. Ja. En toen heb ik ook zelf correlatie gebeld. Dat is de hulplijn van Mind. En zo kwam ik in aanraking met Mind. En dat het gewoon een ontzettend mooie organisatie is die opkomt voor... Mensen dus met een psychische kwetsbaarheid, zoals ik zelf ook heb gehad. Ik vind het wel heel bijzonder dat jij gewoon je persoonlijke verhaal vertelt. Want bijvoorbeeld een gebroken been, dat zie je of zo. En daar kan je gewoon over praten. Maar mentale dingen, dat is toch anders. Ja, klopt. Je hebt helemaal gelijk. Die openheid is ontzettend belangrijk. Nou, ik heb genoeg van jullie tijd mogen lenen. Jullie hadden een afspraak. Ik ga weg. Ik ga nog even een rondje lopen. Het is hier zo mooi. Oké, dankjewel. Dankjewel. Hey, dankjewel. Doei. Ja, hier ben ik. Hallo. Ja, ja, hallo. Voetgroetje doen. Voetgroet. What's up? Oh, dat is goed om even meteen te oefenen. Alles goed? Ja. Naar omstandigheden. Natuurlijk. Naar omstandigheden. Maar als alle omstandigheden weer lekker normaal zijn, wat ga je dan doen? Nou, hopelijk zoveel mogelijk zingen weer. Want de tour die gepland stond is natuurlijk afgezegd. We zouden een hele trip maken langs allemaal bejaardenhuizen. Obviously is dat ook gecanceld. Dat ging even niet door. Maar het positieve is dat het nu allemaal weer een beetje op gang gaat komen. Dus laten we hopen dat dat niet weer verplaatst wordt en dat we gewoon lekker weer aan de slag kunnen. Het komt vast goed. Ja. Over aan de slag gesproken. Romy, die jij gaat verrassen, is boven in de studio bezig met opnames. Ja. Ze weet niet dat je komt, dus het zal een echte verrassing zijn. Hier zijn de bloemen en ik wens je veel succes. Het gaat goed. Dank je wel. We hadden niks. We hadden sorry geen, dat ik jullie even stoor. Ik ben op zoek naar Romy. Wie is dat? Ben jij Romy? Ja. Dan ben ik op zoek naar jou, want ik wil jou graag in het zonnetje zetten. Oh, wat leuk. Omdat jij een held bent. Kom even staan, want ik wil heel graag even met jou praten. Super, dankjewel. Alsjeblieft, je mag hem ook even neerleggen hoor. Als je... Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn opnames aan het maken voor de Mind Young Studio. Mind Young Studio is een online platform door en voor jongeren. Inmiddels zijn we met het vijfde seizoen bezig en ik zat bij seizoen 1. Dus ik groei mooi mee nu. En door de voorlichting die wij doen op een laagdrempelige manier, via Instagram of via YouTube, merk je dat jongeren ons weten te vinden en dat ze hun verhaal doen. Waarom gaat dit onderwerp jou zo aan het hart? Nou, ik heb op mijn 15 heb ik een burn-out gehad. Ik zat in een derde klas van de middelbare school en er werd eigenlijk niet echt wat mee gedaan. Op je 15e een burn-out. Ja. Uiteindelijk heb ik de stap gemaakt om naar een kliniek te gaan. Omdat gewoon de reguliere GGZ dat hielp voor mij niet. In het begin ben ik heel erg geconfronteerd met mezelf. Want ook ik heb echt niet alles goed gedaan. Maar door die confrontatie kon ik er wel uitkomen. De opmerking die mij bijvoorbeeld het meest is bijgebleven van Romy, blijf lekker in je eigen shit rollen. Zo kom je er toch nooit bovenop. Dus 5 jaar geleden begon het allemaal te spelen voor jou. Met al die ervaring, heb jij dan nu contact met jongeren waaruit blijkt dat wat je nu hier doet met Mind, dat gewoon echt werkt?
Ja, ik, nou, niet zeg maar persoonlijk naar mij, maar ik doe wel de socials ook af en toe van Mind. En ik zie dan wel echt in die mailboxen en ook soms persoonlijk via Instagram berichtjes krijg van hey, ik heb dit en dit meegemaakt en wat zou je aanraden of wat zou je kunnen doen? Ik ben natuurlijk geen psycholoog en die rol ga ik ook niet innemen, maar ik kan ze wel op weg helpen. Of ook al is het alleen maar om hun verhaal even te delen en zeggen van ja, ik hoor je en ik zie je. Ja. Nou ja, daar heb jij dus een belangrijke rol in. En die, die speel je echt prachtig en daarom ben jij echt een held. Dus hartstikke mooi, ga ermee door. Dankjewel. Dan heb ik nog één verrassing voor je. Nou? Er is iemand die denk ik een bijzondere plek in jouw leven inneemt, die een boodschap voor je heeft. Oké. Okay. Wie is dat? Nienke. Nienke is een collega, die heb ik ook samen met de Matjoen Studio met haar opgestart. En nog twee andere jongeren. Hey lieve Romy, ik hoop dat je een superleuke dag had en dat je blij bent met deze verrassing. Toen je mij vorige week belde, wist ik er al stiekem van, want ik zit in het complot. Maar ik wil je met dit filmpje echt laten weten dat ik onwijs trots op je ben. Hoe je gegroeid bent als mens. 2 jaar geleden, nu eigenlijk precies 2 jaar geleden, kwamen we samen bij de studio. Net op de kliniek, omdat we kampten met mentale klachten. We hebben de Mindjunk Studio kunnen gebruiken als opstapje naar de maatschappij. En we hebben samen kunnen groeien en herstel. En inmiddels staat bij allebei onze teller al op 2 jaar clean. Ik ben onwijs trots op je en ik vind het super knap hoe jij je nu inzet voor andere jongeren. En ik hoop ook echt dat je trots bent op jezelf. Want niet alleen ik, maar iedereen om je heen is trots op je. Ga zo door, lieve. Te leuk. Ja, lief. Ja. Wat doet dat met jou als je haar zo hoort praten over jou? Nou, het mooie was zeg maar toen wij allebei zeg maar begonnen bij de Mindjunk Studio. Zij was net een paar weken uit en ik ook een paar weken daarvoor. Dus uit de kliniek. Uit de kliniek. Ja, dat heeft zij dus ook meegemaakt. Ja, dus wat het gewoon wacht, we konden heel goed met elkaar levelen. En dat is wel echt heel mooi dat je nou ja, ook een soort maatje naast je hebt. En ook een ervaringsdeskundige. Ja. Ja. En eigenlijk ook een medeheldin. Want ja, zo is het ook, hè? Zeker, zeker. Ja, mooi. Je hebt me echt laten zien hoe belangrijk dit is. Ga alsjeblieft zo door. En heel veel succes ook jullie met de opnames. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Dag! Oh, nee. Ja, wat leuk. Dat is wel echt heel bijzonder. Zij als ervaringsdeskundige heeft me echt laten inzien dat het eerste contact voor jongeren met psychische problemen zo belangrijk is. Mm-hmm. Ja, en als jongeren tot jongeren praat je nou net even anders dan als een volwassene jongen. Ja, dus... Dat had ik vanochtend ook met Simone. Gewoon uit eigen ervaring een ander helpen, dat doet wonder. Werkt het best. Het is goed dat Mind er is. Hey, onwijs bedankt. Gaan we weer? Hoppakee. Vamonos, we gaan naar huis.